Hi, welkom op Dai TV. Vandaag gaan we weer wat lekkers maken. Alleen, zoals je ziet, geen vlees. Dus wat ga ik dan wel doen? Nou, vandaag ga ik dus even lekker toetjes maken. Want als je de hele dag op de braai of op de kamado bezig bent geweest, dan wil je ook een lekker nagerechtje. En dat gaan we dus nu maken. Dus, het eerste wat ik ga maken voor jullie is de zogenoemde Dutch Babies. Wat zijn Dutch Babies? Dat is een soort pannenkoek in een skillet, in de oven. En dat kan in de kamado, dat kan in de la van de braai. En blijkbaar over heel de wereld bekend onder Dutch Babies, behalve in Nederland. Of sommigen kennen het misschien. Dus dat ga ik eventjes maken. Ik maak eerst even een soort beslagje. Kijk. Ik heb alles al even afgewogen natuurlijk, maar ik zet alles weer op braaitv.nl. Van alle afmetingen, of in ieder geval wat exact moet zijn en de rest, dat is gewoon lekker naar smaak. Ik heb dus de eieren, daar gaat wat bloem bij. Deze heb ik al een beetje afgewogen natuurlijk. Dit is suiker, vanillesuiker en een beetje zout. En een beetje melk. Ik ga dat heel even mengen. Dit meng je gewoon eventjes door elkaar. Nou, als je dit gewoon door elkaar hebt gemengd, dan zet je dit heel even apart. Dit mag eventjes een klein beetje rusten. Skillet, die moet echt voor de Dutch Baby warm zijn. Echt tegen het heet aan. Dus die ga ik heel eventjes een klein beetje insmeren. Ik gebruik altijd, had ik klaar kunnen zetten, ik gebruik altijd Crisco. Je kan eigenlijk alles gebruiken natuurlijk. Even een klein vettig laagje. Voor mijn part gebruik je bakspray of roomboter. Maar je wil dat dit wel eventjes een beetje vet is. Wat sowieso goed is natuurlijk voor het onderhoud van je gietijzer. Even kijken, de kamado die staat tegen de 200 aan. Hij mag iets warmer zelfs, maar voor nu vind ik het goed. Dan gaat het skillet eerst in warm worden. Dan gaan we het eens even hebben over de volgende, namelijk we hebben nog een skillet. Ik denk dat ik die onder de braai ga doen, in de la. Gaan we lekker s'mores maken. Ik heb hier allemaal lekkere dingetjes staan. Ik zal even het vuurtje even een beetje poken. Hier hebben we nu een mooi bedje van gloeiende kolen. In de la. Die la die kan open. Daar wil ik zo meteen een s'mores in maken. Ook deze wil ik even invetten. Ik kan even twee tellen hierop, mag die ook wat warm worden. Nou, wat zijn nou eigenlijk s'mores? S'mores is een mooie bodem van chocola in een skillet. Lekker smelten. Daar gaan de marshmallows overheen. En die marshmallows die gaan we tegen het smelten aandoen. En ja, dan krijg je gewoon hele heerlijke smaken. Dat gaan we met wat chocola. Ik heb wat M&M dingetjes, biscuitjes. Het fruit is zometeen voor de Dutch Babies. Dus de pannetjes zijn even aan het opwarmen. En dan zometeen als de pannetjes warm zijn, dan gaan we ze eventjes lekkere nagerechtjes maken voor op de braai. Zo, de chocolade is inmiddels gesneden. Gaan we eens even kijken hoe het met de rest gaat. Dat gaat heerlijk. Deze zit nou tegen de 200 graden aan. Kijk, deze is goed warm nu. Die is op temperatuur. Wat je doet, je pakt je beslag, die giet je in je skillet en die mag terug op de kamado of in de oven. Of onder de braai, wat je maar wil. Wat gaat er nu gebeuren? Dit laat hem ongeveer een kwartiertje staan. Er gaat een soort pannenkoek gaat zich vormen, maar door die skillet, die is relatief klein, gaat er een rand omhoog staan of hij gaat zelfs in midden ook nog opbollen, dat verschilt gewoon per keer. Dan ga je die vullen lekker met fruit. Een klein beetje poedersuiker erover. En gewoon stukjes snijden, een beetje lepelen. Dat is gewoon heerlijk. Volgende. Deze is ook lekker warm. Daar doe ik een bodem van chocola in.
welke chocolade, dat, het maakt niet zo blij. Je kan van die druppels kopen die je voor de bakkerij dat soort dingen koopt. Ik heb een stuk chocola gewoon gepakt, heb je stukken gehakt. Alles kan. Denk erom, hè, die dingen zijn heet. Zoiets. Zal ik zicht erbij komen? Chocola is altijd goed. Het begint zelfs al te smelten. Ik wil toch iets meer chocola. Doen we de laatste er ook gewoon bij. Nu verschilt het eigenlijk wat je wil. Je kan nu beginnen met opbouwen van de marshmallows. Deze begint zelfs al te smelten. Ik wil hem een heel klein beetje even laten smelten, dus ik gooi hem er even boven. Als dat nou zo meteen gesmolten is, gaan we hem helemaal vullen met de marshmallows. Dus ik maak even wat ruimte. Even pauze. Petjes, nemmetjes, marshmallowtjes. Het zijn allemaal lekkere dingen, maar... Is het nou framboos of framblij? Lekker. Ja, die begint goed te smelten, die chocola. Dus ik zeg, we gaan even wat lekkere dingen doen. Kijk, we hebben hier mooie marshmallows. Wat je doet, die zet je gewoon in de gesmolten chocola. En dan begin je aan de buitenste ring. En dan ga je naar binnen toe. Kijk. Recht blijven staan, jij past erop. Het hoeft niet super strak. Dit gaat zo meteen namelijk smelten, dus dat wordt een grote blob marshmallow, gesmolten marshmallow. Dus er mag best wel wat een beetje ruimte zijn. Pas er nog eentje tussen. Die is voor mij. Wat ik ga doen, Kamado is in gebruik. Dus hij gaat in de la van de braai. Toedeledokie. Dan snap ik dat niet iedereen een braai heeft. Het kan ook gewoon in de Kamado. Dat maakt er geen bal uit. Is gewoon even leuker. Vind ik wel grappig. Ik heb niks meer te doen. We moeten gewoon wachten. En dan kunnen we aanvallen. Dus zie jullie zomaar weer. Gaan we even verder. Hier. Kom maar kijken. Is leuk. Nou, het pannetje met s'mores die zal er nu kleine 10 minuten in zitten, gok ik zo'n beetje. Is natuurlijk echt laaiend heet. Daar in die la van de braai. Dus we gaan eens even kijken. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ik loop gewoon naar jullie toe. Kijk eens. Dat is yummy, yummy, yummy. Ik ga het plaatje dicht doen. Nou, nu is het de kwestie van mooi maken, een beetje versieren, lekkere dingetjes erop. Alles wat je lekker vindt. Kakies. Gewoon normale ouderwetse kakies. Die steek ik er altijd in, want daarmee kan je heerlijk scheppen. En dan kan je alle lekkers meenemen. Dus die steken we er gewoon zo lekker in. Oh. Nou, wat hebben we nog meer voor lekkers? Ik heb hier M&M'tjes. Geen idee wat voor. Het waren brownie M&M's of zo. Maar s'mores is hier altijd wat er in de kast ligt, wat je kan vinden. Stukje chocola, kan ook allemaal prima natuurlijk. Denk erom, hè, handschoenen gebruiken. Maar ik ga wel even laten zien jullie.
dat is hem. Heerlijke s'mores, chocola, marshmallows. Gaan we eens even proeven natuurlijk. Even een lekker stukje uitzoeken. Oh. Heerlijk hoe dat plakt. Echt heerlijk. Ik ga deze gauw even naar een paar hongerige mensen brengen. Gaan we daarna eens even kijken hoe het hier is. Heerlijk. Nou, heb ik een paar mensen mooi binnen blij gemaakt met een heerlijk s'mores. Is het tijd voor de laatste. En dat is de Dutch Baby. Kijk eens, die is echt helemaal omhoog gegaan. Zal ik eerst naar jullie toe komen? Kijk. Echt mooi geworden. Dan moet ik zeggen, ik had al gekeken hoor, stiekem. Dus dat zag er goed uit. Nou, wat kun je nu voor leuke dingen doen? Want het is een soort gewoon hele grote gepofte pannenkoek. Ik heb hier allemaal lekkere fruit. En die leg je er gewoon allemaal bovenop. En wat jij lekker vindt, dat leg jij erop. Je zou zelfs nog misschien een chocoladesausje of zo kunnen doen. Alles is mogelijk. Zeker met toetjes. Alles wat je wil. Fruit is altijd lekker. Met wat zoetigheid. Kijk. Bij framboosjes. Hier nog maar heerlijke bessen. Denk je nou van, nou, dit wil ik wel even maken? Kijk even op braaitv.nl. Daar staan alle hoeveelheden en verhoudingen. Doe nog een klein beetje poedersuiker erop. Ga ik hem toch weer eventjes aan de camera laten zien bij jullie. Kijk eens. Dit zijn mijn Dutch Babies met vers fruit. Gaan we even proeven. Gewoon een lepel en gewoon aanvallen zou ik zeggen. Oh, ja, echt heerlijk. Ook deze ga ik weer even naar de hongerige gasten brengen. Ik zou zeggen, maak ze zelf ook eens een keer, want na al die stukken vlees is gewoon een lekker nagerechtje is ook wel heel fijn. Maak het even zelf. Kijk even op Braai TV, even liken en dat soort shizzle allemaal. En als je hem zelf gemaakt hebt, laat het eventjes weten. Doei doei!